desire. I have decided to follow Jesus. Let me say that great. I have decided to follow Jesus. Timothée chapitre 2, 2 Timothée hoofdstuk 2, verset 3, vers 3, et jusqu'au verset 7, tot vers 7. On se tient debout s'il vous plaît, on lit rapidement, wij lezen snel, et nous allons continuer notre enseignement, en we zullen doorgaan met onze bijbelstudie of lezing. Le thème de notre message c'était viser toujours l'essentiel. Onze thema is altijd het nuttige doen. Un ambassadeur de Christ, een vertegenwoordiger van de Heer op deze aarde, doit viser toujours l'essentiel. Je moet altijd het meest nuttige kiezen. Un soldat de Jésus-Christ, een soldaat van de Heer Jezus, doit viser toujours moet altijd l'essentiel. Het belangrijkste kiezen. On se tient debout rapidement. Wij staan op om het woord van de Heer te lezen met z'n allen. La lecture. De Timothée, chapitre 2, verset 3 à 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffle avec moi. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Yes. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Yes. Comprends ce que je dis. Et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dans cette épître, l'apôtre Paul conseille à son enfant Timothée. In deze brief geeft apostel Paulus advies aan souffrir avec lui comme un bon soldat. Om te leiden als een goed soldaat. À part l'exemple ou l'image des soldats. Een ander voorbeeld als een imago van een soldaat. Il a donné l'image d'un athlète. Gaf hij een voorbeeld van een atleet. Et il donne aussi l'image d'un cultivateur. Ook iemand die strijdt. Cultivateur. Een landbouwer. Ou laboureur. Of een boer. En écrivant à son fils Timothée. Toen hij schreef naar zijn zoon Timotheus. L'apôtre Paul est en train d'utiliser l'image, il utilise l'image, ces images, l'image des soldats, l'image d'athlète et l'image des laboureurs ou du cultivateur pour exprimer le combat spirituel. Apostel Paulus gebruikt de beelden zoals een boer, zoals een atleet en een soldaat om het duidelijker te maken hoe een geestelijke strijd in elkaar zit. Nous devons comprendre que la réussite dans tous les domaines de nos vies dépend des objectifs qu'on s'est fixés. Wij moeten begrijpen dat alles in ons leven heeft objecten en dat moeten wij in praktijk kunnen brengen wat het nuttige is. Quand l'apôtre Paul parle du soldat, wanneer apostel Paulus over soldaten spreekt, pour que le soldat puisse réussir, zodat de soldaat vooruitgang kan boeken, pour que le soldat puisse vaincre, zodat de soldaat kan overwinnen, il doit avoir d'abord des objectifs qui se fixent. Moet hij eerst een bepaald doel hebben wat duidelijk is. Et sur base de ces objectifs, en op basis van deze doelen, il doit viser aussi l'essentiel. Moet hij ook het nuttige uitkiezen. Amen, amen. Avant de parler de soldats, voordat je over een soldaat kan spreken, l'apôtre Paul a parlé aux Corinthiens. Apostel Paulus sprak tot Corinthiërs. Il dit, nous exerçons la fonction des ambassadeurs ici sur cette terre. Hij zei, wij voeren een functie van vertegenwoordigers hier op aarde uit. Et nous comprenons qu'un ambassadeur, en wij begrijpen dat een vertegenwoordiger, c'est un représentant d'un pays, een vertegenwoordiger van dans een land, un autre pays, in een ander land, in het buitenland. Et quand la Bible dit que nous exerçons une fonction d'ambassadeur, en wanneer de Bijbel zegt, wij voeren deze functie uit, c'est que nous représentons, dus dat betekent, je vertegenwoordigt de hemel hier op aarde. Et rappelez-vous, en herinner jezelf, et que nous avons dit cette année, dat wij hebben gezegd dit jaar, si nous voulons
réussir, als wij vooruitgang willen boeken, ne soyons pas, wees niet des gens terrestres, die aardig zijn. Vivons ici sur cette terre, leven op deze aarde, mais soyons des gens maar wees iemand die hemel soyons is. Réellement wees werkelijk des ambassadeurs, vertegenwoordiger. Des ambassadeurs, vertegenwoordiger. Représentons représentatif Jésus Christ, représenter Jésus ici Christ sur cette terre, op deze aarde. Convenablement. Altijd. Dis à ton voisin, zeg tegen jouw naaste. Sois un ambassadeur. Wees een vertegenwoordiger. Sois une ambassadrice. Wees een vertegenwoordiger. Sois un ambassadeur. Wees een vertegenwoordiger. Sois une ambassadrice. Wees een vertegenwoordiger. Paul est allé plus loin. Apostel Paulus ging verder. En conseillant son enfant Timothée. Hij gaf zijn zoon Timothée. Hij zei Timothée. Souffre avec moi. Leid met mij. Comme un bon soldat. Als een goed soldaat. La fois passée nous avons parlé. De vorige keer hadden we besproken. De notre métier. Over een ander que deel. Paul a donné. Wat Paulus comme had gegeven. Image. Als een beeld, imago. Le métier du soldat. Een van soldaat. Bien-aimé. Geliefde. Un soldat. Een soldaat. C'est un défenseur. Dat is degene die verdedigt. De son pays. Van zijn volk. Een verdediger van zijn volk. Amen. Ne comparez pas. Vergelijk je niet. Ce que je vais expliquer à ce qui se passe dans nos pays. Ga vertellen dat je vergelijkt met wat in ons land gebeurt. Vergelijk daar. Il y a des militaires qui se servent. Militairen die zich dienen pour leur propre ventre. Voor hun eigen buik. Et c'est pourquoi. En daarom. Ils sont pas prêts. Zijn ze niet bereid. À servir le peuple. Om het volk te dienen. Nous fermons la parenthèse. Dat is de tussenhaakje. Bien-aimé. Geliefde. Un soldat. Een soldaat. C'est quelqu'un. Dat is een persoon. Qui défend sa nation. Die verdedigt zijn natie. Qui défend son royaume. Die verdedigt zijn koninkrijk. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons dit ceci. Dus wij hadden dit gezegd. La Bible dit que nous soyons, nous devons être de soldats. De Bijbel zegt wij moeten soldaten zijn. Et la Bible déclare. En de Bijbel verklaart. Et que un le soldat. Dat een soldaat. Nous sommes des soldats de Christ. Wij zijn soldaten van Christus. Si nous voyons ce que les soldats font. Als wij zien wat de soldaten uitvoeren. Les soldats est engagé dans l'armée de l'Éternel. Een soldaat is aangenomen in het koninkrijk van de Heer. Alors un bon soldat. Dus een goed soldaat. Il suit et obéit. Die volgt aux ordres de ses supérieurs. De orders van zijn leidinggevende. Cela veut dire. Dus dat wil si zeggen. La Bible dit. Als de Bijbel zegt. Que nous sommes des soldats. Dat wij soldaten zijn. Si Paul dit. Als Paulus zegt. À Timothée. Tegen Timotheus. Tu dois souffrir avec moi comme un jij moet bon lijden soldat. Met mij als een goed soldaat. Cela veut dire. Wat wil dat zeggen? Que Paul, dat Paulus et Timothée, en Timotheus, les deux, hun tweeën, sont engagés, hun waren aangenomen dans l'armée, in het hemelse koninkrijk van de Heer. Alleluia. Alleluia. Les soldats. De soldaat was aangenomen in het koninkrijk. Alors Paul voulait dire seulement à Timothée. Dus Paulus wil zeggen, Timotheus, jij en ik, nous devons souffrir, wij moeten lijden, puisque nous sommes engagés, omdat wij aangenomen zijn, nous sommes engagés, wij zijn aangenomen, enrôlés, in Engagé. Wij zijn aangenomen. Dans l'armée de l'Éternel. In het leger van de Heer. Alors un soldat. Dus een soldaat. Doit suivre. Die moet volgen. Et doit obéir. En moet gehoorzamen. De orders. Les ordres. De orders. Qui viennent. Wat komt. De son supérieur. Van zijn leidinggevende. Alors nous. Dus wij. Du royaume. Van het koninkrijk. Qui est notre supérieur? Wat onze leidinggevende is. Qui est notre supérieur? Wat onze leiding is. Wie is onze leiding? Supérieur? Wie is onze leiding? C'est Jésus. Dat is Jezus Christus van Nazareth. Alléluia. Alors c'est lui maintenant. Dus hij is degene. Qui nous donne des ordres. Die ons orders geeft. Si nous disons que nous sommes des chrétiens. Als wij zeggen we zijn christenen. Nous sommes engagés. Dat zijn we aangenomen. Dans l'armée de l'Éternel. In het leger van de Heer. L'armée de Jésus-Christ. Het leger van Jezus Christus. Bien-aimé. Geliefde. Nous devons suivre. Wij moeten volgen. Et nous devons obéir. En wij moeten gehoorzamen. À ce qui vient. Aan degene wat komt in Jezus Christus. Van Jezus Christus. Amen. 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 En nous devons aussi prêts. Wij moeten ook bereid zijn. À défendre. Om te verdedigen. Le royaume. Het leger. Het koninkrijk van Jezus Christus. Par nos paroles. Door onze woorden. Par notre comportement. Door onze gedrag. Et dimanche passé nous avons donné beaucoup d'exemples. Vorige keer hadden we vele voorbeelden gegeven. Est-ce que tu défends convenablement? Verdedig jij constant het leger van de Heer? Par ton comportement. Door jouw gedrag. Par ta façon de parler. Door jouw manier van praten. Est-ce que tu défends le verdedig royaume? Jij het koninkrijk van de Heer? Alléluia. Quand le royaume de Dieu souffre, wanneer het koninkrijk van de Heer lijdt, quand pijn les chrétiens lijdt, souffrent, wanneer de christenen pijn lijden, est-ce que tu sens aussi, voel jij ook die pijn, cette souffrance, van deze pijn, cette souffrance en toi, van die pijn in jou, voel je dat dan? Est-ce que tu peux participer, kan je ook participeren, à la souffrance de ton frère, in de pijn van jouw broeder, van jouw zuster, ou peut-être, of, c'est une occasion pour toi, is het een opportuniteit voor jou om te roddelen over die persoon? Amen, amen. Amen. Un soldat suit.
die volgt et obéit en gehoorzaamt aux ordres de son aan de orders van zijn leidinggever. Dat is wat ik vorige week zondag had gepreekt. Aujourd'hui, vandaag, je continue ik ga door avec un autre métier. Met een andere deel daarvan. Avec un autre métier. Met een andere deel. Beroep. Met een avec andere autre profession. Met een andere professie. Ici, Paul, hier était en train de parler à Timothée. Paulus spreekt tegen Timotheus. Avec met des images. Met beelden. Il donne maintenant l'image de qui? Hij geeft een beeld van wat? D'un athlète. Van een atleet. Qu'est-ce qu'un athlète? Wat is een atleet? Een atleet. Wie is een atleet? Iemand antwoord? Een sporter. Iemand die sport. Een atleet. Een atleet. Mon appel se réponse à bien. Het kind gaf een c'est goed voorbeeld. Qui fait le sport. Dat is iemand die sport. Een atleet. Een atleet. Een joueur, c'est un athlète. Een voetballer en rennen. En is een atleet, iemand die rent. Alleluia. C'est lui qui fait le judo. Degene die judo kan spelen. C'est un athlète. Is een atleet. Donc c'est une profession. Dus dat is een professie. Maar nu, Paul voulait dire. Wat wilde Paulus precies daarmee zeggen? À Timothée. Tegen Timotheus. Il dit à Timothée. Hij zei tegen Timotheus. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Een atleet krijgt geen prijs als hij niet aan de spelregels houdt. Comprenez maintenant. Snap je het nu? En parlant d'un athlète. Over, wanneer we spreken over een atleet. Paul dit ceci. Paulus zegt dit. L'athlète. Een atleet. N'est pas couronné. Die krijgt geen prijs. Dus een andere term. Il ne peut pas. Hij mag niet. Avoir la victoire. Overwinning hebben. Sans pour autant. Zonder. Accompli. Te vervullen. Les règles. De spelregels. Of de regels wat hij moet volgen. Alleluia. Amen. Si un athlète triche. Als een atleet valt. Triche. Gedisqualificeerd. Vals speelt. Par exemple. Dus als voorbeeld. On met la ligne comme ça. Ze zetten een lijn hier. Pour les gens qui courent. Voor de mensen die rennen. Quand on fait comme ça. Wanneer wij zo onze voet neerzetten. Les pieds. De been. Doit être avant. Die moet voor de steek. Mais si l'autre fait ça. Maar als het voet al eroverheen zit. C'est déjà une tricherie. Dat is het al vals spelen. Et vous comprenez? Begrijp je dat? Et même s'il remporte, ook als hij niet doorrennen, mais aussi longtemps que, maar zolang dat, il a commencé d'abord dat hij is begonnen met vals spelen, il sera disqualifié. Dan zal hij gedisqualificeerd worden. Pourquoi on le disqualifie? Waarom wordt hij gedisqualificeerd? C'est qu'il n'a pas, want dan heeft hij niet respecté, gerespecteerd les règles. De spelregels. Daarom zegt Paulus. Een atleet, ne peut, die kan niet, n'est pas couronné, een prijs krijgen, s'il n'a pas combattu selon les règles, als hij niet strijdt volgens de spelregels. Alleluia. Alleluia. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 25. 1 Corinthiens hoofdstuk 9 vers 24 à 25. Papa Bonnie Belli. Onze vader Bonnie kan lezen voor 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 25. 1 Corinthiens hoofdstuk 9 vers 24 à 25. Het is een lezing. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 9 verset 24 à 25. Vers 24 en 25. Écoutez la lecture. Et laten we horen. Nous parlons d'un athlète. We spreken over een atleet. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Een atleet kan niet beloond worden als hij niet aan de spelregels houdt. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous? On parle de coureurs. We spreken over rennen. Mais quelqu'un remporte le prix. Que quelqu'un remporte toujours le prix. Courez de manière à l'emporter. Courez de manière à remporter. Comment tu cours? Où règne-t-il? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Bamikangaka, une discipline. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce verset. Félix, deze vers. Nous parle, nous explique. Ons, legt ons uit. Comment un athlète. Hoe een atleet. Fait. Zijn. Doit faire. Hoe hij moet doen. Pour avoir. Om. Le succès. Het succes te hebben. Pour avoir. Om. La victoire. Overwinning te boeken. On nous dit ceci. Zeg het toch, een athlète n'a pas
n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Als hij niet strijdt volgens de spelregels. Donc cela veut dire quoi? Wat wil dat zeggen? Ce qui fait la réussite. Degene die vooruitgang boekt van een atleet. C'est d'abord. Dat is als eerste. Le respect des règles. Aan je spelregels houden. Si un athlète. Als een atleet. Vooruitgang wil boeken. Il doit. Dan moet hij respecter les règles. Aan de spelregels houden, precies. Il doit. Die moet. Appliquer la discipline. Die moet de discipline uitvoeren, doorzettingsvermogen. La discipline. Discipline. Vous savez bien aimé. Weet jij geliefde? Devant moi ici. Voor hier. Peut-être je suis devant les anciens footballeurs. Misschien ben ik hier bij oude voetballers. Ils ne peuvent pas me contredire. Die kunnen mij niet tegenhouden. Of beter zijn dan mij. La vie de réussite. Het leven van succes. Het succes. Dans le football. In voetbal. Ou soit dans une discipline quelconque. Of in een andere discipline. Demande aussi. Het vraagt ook. Des sacrifices. Dat je moet opofferen. De discipline. De discipline. Si tu es coureur, als jij een renner bent, een atleet, tu dois être discipliné. Dan moet je gedisciplineerd zijn. Même si les gens mangent les piments comme les... Ook al mensen eten peper, zoveel peper in hun maaltijd. Mais toi, tu dois être discipliné. Maar jij moet gedisciplineerd zijn. Quand tu présentes les piments, wanneer ze jou peper geven, ça, zeggen dat, ça ne passe pas. Nee, dat past niet. Waarom? Je dois conserver Want ik moet mijn adem goed behouden. Je n'ai jamais vu. Ik heb nooit gezien. Je n'ai jamais vu. Ik heb nog nooit gezien. Een atleet qui réussit, die vooruit is gegaan, tout en bafouant les disciplines. En dat hij discipline aan de kant heeft gezet. Il met de côté la discipline. Dat hij discipline aan de kant heeft gezet. Non, bien aimé. Nee, geliefde. Respect des règles. Respecteer de spelregels en de discipline. C'est comme ça aussi dans les choses. Dat is ook in de dingen van de Heer. Paul dit à Timothée, Paulus zei tegen Timotheus. Tu es un athlète. Je bent een atleet. Tu dois combattre. Jij moet strijden. Tu dois voir la victoire. Je moet de overwinning hebben. Mais tu dois. Maar je moet ook respecteren les règles. De spelregels waar je aan moet houden. La vie chrétienne. Het christelijke leven. C'est une vie. Dat is een leven. Que tu dois mener. Wat jij moet meenemen. Pour la victoire. Voor overwinning. Mais pour avoir la victoire. Maar om voor overwinning te boeken. Il y a. Is er de discipline wat wij ons moeten aanhouden. Er zijn regels, geliefde. Geliefde. Nous sommes en train de chercher des choses. Wij zoeken naar bepaalde dingen. Nous voulons vivre des wij willen choses. Leven in grote dingen. Cette année. Dit jaar. Mais tu ne peux pas, maar je kan niet mettre de côté dingen aan de kant zetten. Le respect des règles en de spelregels. Et mettre de côté en aan de kant zetten. La discipline. De discipline. Dat kan je niet aan de kant zetten. En d'autres termes. Dus in andere termen. Celui qui aime la réussite. Die van vooruit gaan houden, il se sacrifie. Moet zich opofferen. Celui qui veut la réussite. Il se sacrifie. Moet zich opofferen. Celui qui veut aller plus loin avec Dieu. Il doit se sacrifier. Moet zich opofferen voor de Heer. Yes, Lord. Alléluia. Amen. Mais tu veux aller plus loin. Maar jij wil vooruit gaan met de Heer. Tu veux aller plus loin. Jij wil vooruit gaan met de Heer. Dans tes affaires. In jouw zaken. Dans ton ministère. In jouw bediening. Dans tes études. In jouw studies. Tu refuses. Maar jij weigert om je op te offeren. Tu refuses. Jij weigert de respecter om les règles te houden. Mais comment? Maar hoe dan? Comment tu peux réussir? Hoe dan kan je vooruit gaan? Op welke manier? La discipline. De discipline. Dis à ton voisin. Zeg tegen jouw naaste. Ne néglige pas. La discipline. Sois discipliné. Wees gediscipliné. Sois discipliné. Discipliné. Bien aimé. Geliefde in de Heer. Un bon athlète. Een goed atleet. C'est quelqu'un. Dat is een persoon. Qui se sacrifie. Die zich opoffert. Il ne peut pas attendre. Je kan niet wachten. Qu'on vienne lui donner la bénédiction sur le plateau. De zegening op een plateau. Nee. Tu dois être un jij moet een werker zijn. Tu dois être quelqu'un qui aime l'entraînement. Van trainingen houden. Tu veux être parmi les top. Als jij in de top tu dois aussi t'entraîner comme il faut. Hoe het moet. Ah, dis à ton voisin. Aime l'entraînement. Hou van trainingen. Aime l'entraînement. Van trainingen. Van trainingen. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé. Weet je geliefde? Vous savez même ce qui se passe dans notre pays. Weet je zelfs wat in ons land gebeurt? L'église. De kerk. Le matin. In de ochtend. Le soir. In de avond. Le matin. De ochtend. Le soir. Avond. Pourquoi? Waarom? C'est parce que het is, les gens n'ont pas de travail. De mensen hebben geen werk. Les jours où les gens auront du travail. Wanneer de mensen werk zullen krijgen. Il y aura un temps pour prier. Dat zal er een tijd voor bidden zijn. Il y aura un temps pour ook een tijd om. Chaque chose a son temps. Elk ding op zijn tijd. Chaque chose a son temps. Elk ding op zijn tijd. Écoutez.
Luister, un temps pour étudier. Er is ook een tijd om te studeren. Die reste devant la télé. Dat je voor de tv bent. Je regarde la télé 30 minuten. Je kijkt naar de tv. Dan neem je jouw boek, jouw schrift. Pas de distraction. En dan word je niet afgeleid. Je begint te schrijven. En samenvatting te maken. Je begint samenvattingen te maken door te lezen. Tu veux être grand? Je wil groot zijn. Tu veux être une grande personne? Je wil een groot persoon zijn. Mais comment tu le deviendras? Maar hoe word jij die groot persoon? Als jij geen houding hebt van opofferen. Comment tu peux diriger les gens dans la société? Hoe kan je de mensen in de maatschappij leiden? Mais si tu ne connais pas la mathématique? Als jij niet de wiskunde kent bijvoorbeeld. Wiskunde, dat je een wiskundige iets moet uitrekenen. Dat je, dat je die logische volgorde niet kent. Je parle aux enfants. Ik spreek tot de kinderen. Je komt naar de kerk om ook te luisteren naar het woord van de Heer. Alleluia. Mag ik spreken? J'ai des enfants, je sais. Ik heb kinderen. Ik weet dat. En wanneer ik spreek, ik spreek tegen alle kinderen hier op deze plek. Alleluia. Quand tu pars à l'école, wanneer je naar school gaat, tu pars pour étudier. Dan ga je om te studeren. Alleluia. Écoutez bien, amen. Luister, geliefde. Le Seigneur nous a fait grâce. De Heer heeft ons genade gedaan. C'est lui qui veut avoir le succès. Degene die succes wil boeken, il doit se sacrifier. Die moet zich opofferen. Il doit se sacrifier. Die moet zich opofferen. Personne n'est venu accompagner. Geen enkel persoon kwam jou begeleiden. Ne développez pas. Développez niet of complexe d'infériorité. Dat je lage dingen waarde geeft. Tu parles néerlandais. Je spreekt Nederlands. Tu peux aller plus loin. Je kan nog verder ook omdat je Nederlands spreekt. Alleluia. Vous êtes né ici. Je bent hier geboren. Vous pouvez aussi aller plus loin. Je kan ook nog verder gaan. Alleluia. Amen. Ne soyez pas complexé. Wees niet een lui persoon of ongetwijfeld. Alleluia. Amen. C'est très important. Dat is erg belangrijk. C'est lui qui veut la réussite. Degene die voorspoed wil in zijn leven, die moet zichzelf opofferen. Une discipline. Die disciplineert zich, die werkt hard. Une discipline. Die werkt hard, die disciplineert zich. Tu veux un ministère puissant. Je wilt een sterke bediening. En tant que pasteur. Als een pastoor. Discipline. Dan moet je parle de règles. Regels, over regels. Spelregels of regels in het algemeen. Alléluia. Respect des règles. Aan de spelregels. Je suis un pasteur. Ik ben een pastoor. Ik ben een atleet. Pour réussir dans le ministère. Respect des règles. Spelregels. La discipline. Discipline. La discipline. Discipline. Une vie de sacrifice. En leven van opofferen, van hard werken. Pourquoi tu ne veux pas se sacrifier? Waarom wil jij niet hard werken voor je eigen leven? Tu as besoin de la délivrance. Jij hebt bevrijding nodig in jouw leven. Toi-même, il faut avant que la délivrance, il faut que toi-même tu puisses prendre ta vie au sérieux. Voordat je bevrijding komt, moet jij je leven serieus nemen. La délivrance, on la désire. De bevrijding moet het verlangen. La délivrance, on la cherche. Bevrijding, dat moet je opzoeken. Tu peux sillonner chez mille pasteurs. Je kan naar duizenden pastoren gaan. Mais si toi-même, tu n'as pas ce désir-là. Van de bevrijding. De la délivrance. De bevrijding. Ja. Dan zal je niks ontvangen, want je hebt die verlangen. Tout commence d'abord par toi-même. Alles begint bij jouzelf. J'ai toujours dit aux gens. Ik heb altijd gezegd tegen mensen. Qui peut prier, er is geen enkel persoon die kan bidden plus que voor jou, beter dan jouw eigen. Je moet zelf. Je peux prier. Ik kan bidden voor jou. Dans un twee uur, drie uur. Mais toi-même, tu connais. Jij kent ce que tu ressens. La souffrance que tu as. Quand tu rentres à la maison. Peut-être que tu veilles. Peut-être que tu veilles. Peut-être que tu gênes à sec. Parce que tu connais toi-même. La souffrance que tu as. Et tu veux que Dieu intervienne dans ta vie. Tu as besoin. Je hebt nodig d'être béni. Om gezegend te pourquoi? Zijn. Waarom? Puisque toi-même. Want jij zelf. Tu as ce fardeau dans ton jij hebt amen. Die last boven jouw hart of op jouw schouder. Dans le gêne, dans le sacrifice, dans la parole. Tu dois te lever. Alléluia. Amen. Un athlète. Een atleet. C'est quelqu'un. Dat is een persoon. Qui s'entraîne. Die, mais toi, tu apprends. Maar jij leert. La prière. Het gebed. Comment prier ici? Hoe je moet bidden hier. Mais quand tu rentres maar wanneer je thuis gaat. Chasser les démons. De demonen wegjagen. Kom bon à Jésus. Jij zelf, jij ziet. Mais on t'apprend de
Quelqu'un dit chasse sur les démons, on dira ce bon de l'aïe. Nous dit bête, je bête on lief te zijn tegen die demon in de plaats van weggaan. Waarom heb je geen medelijden bij zo lang? Mais pourtant, maar, on t'a appris, ze hebben jou aangeleerd dat de demonen, ze luisteren agressie. Naar agressieve taalgebruik. Ce n'est pas ton ami. Het is niet jouw vriend. Ce n'est pas quelqu'un, het is niet zomaar persoon. Il n'est pas accajolé. Het is niet iemand om lief te maken. Je moet tegenvrijdig zijn. In Jezus Christus naam van Jezus Christus. La maladie, die doit sortir. La pauvreté, die doit sortir. La sorcellerie, die ne peut pas. Tu ne peux pas continuer à agir dans ma maison. In mijn huis. Op die manier moet je wegjagen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Geliefde. Entraîne-toi. Train jezelf. Via ton voisin. Zeg tegen jouw naaste. Entraîne-toi. Train jezelf. Entraîne-toi. Train jezelf. Comment tu peux réussir? Hoe kan je ervoor uitgaan? Tu refuses l'entraînement. Jij weigert om zelf te trainen. À l'église, in de kerk, we komen hier. On te donne les messages. Wij geven jou de boodschap. À la maison, en thuis, tu dois appliquer. Je moet dat trainen, doorleven. Personne ne viendra. Geen enkele persoon zal komen te dire, om te zeggen tegen jou, doe c'est dit. Que tu apprends. Wat jij hebt geleerd, c'est que tu dat is wat je moet in praktijk brengen. Alleluia. Een bon atleet. Een goed atleet of een goede atleet. De voorspoed door Amen. Zelftraining. Comment tu t'entraînes? Hoe train jij jezelf? Comment tu t'entraînes? Hoe train jij jezelf? Alleluia. Amen. Donc dans la vie d'un athlète. Dus in het leven van een atleet. Je voulais terminer la. Ik ga eindigen en atleet wie dat je is. Qu'aujourd'hui on va se limiter maar ik denk we zullen blijven met het atleet. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole? Is iemand gezegend door het woord? Est-ce que quelqu'un béni par la parole? Is iemand gezegend door het woord? Un athlète. Een atleet. Dans sa vie, in zijn leven, il y a des choses, er zijn dingen qu'il doit éviter, die hij moet vermijden. Tu ne peux pas réussir. Je kan niet vooruit gaan boeken. Tu ne peux pas vouloir vraiment une réussite. Je kan niet voorspoed hebben, tout en étant négligent, dat jij alles in gevaren hebt gehouden. Dat iemand het geeft, après of iemand geen geld geeft, ik ben helemaal verzekerd. Est-ce que quelqu'un comprend? Begrijp je wat mij? Et je serai enterré avec honneur. En ik zal begraven worden met eer, met alle eer, omdat ik verzekerd ben. Savez que les lamsou est à la cave. Weet je, bepaalde huilen is er, bepaalde dan is het huilen van hoe diegene zal begraven worden. Dat diegene huilt, hé, mijn man is gestorven. In het hart zegt ze, hij heeft geen verzekering, daarom huilt ze dan op die manier. Kom maar. Hoe? Est-ce que quelqu'un comprend? Begrijpt iemand mij? Je dis bien, c'est un enseignement. Ik zeg, er is een les. À l'église, nous venons pour apprendre. In de kerk om te leren. Dans tous les domaines possibles. In alle domeinen mogelijk is. Bien aimé, nous devons être des champions. Dans tous les domaines possibles. Nous devons avoir du succès. Nous sommes des athlètes. Nous devons respecter les règles. Et nous devons aussi être disciplinés. Om gedisciplineerd te zijn. Comment? Hoe? Op welke manier? Comment? Op welke manier? Oh non. Oh nee. Pourquoi vous avez les tendards? Waarom hebben jullie een tandarts? Oh. Moi j'ai mes dents qui sont. Ik heb mijn tanden die goed zijn. Die zijn nog helemaal goed. Geliefde, helemaal goede tanden. Wanneer het niet zo goed zal gaan met jouw tanden. Dan ga je naar de tandarts gaan op die manier. En die krijg je een factuur. Dat is 700 euro. Dan zou je zeggen. Ze zijn slecht. Ze zijn niet slecht. Jij bent slecht, want je hebt je niet aan de regels gehouden. Regels, hè? Regels houden. Aan de regels houden. Een atleet. Een atleet. Die moet respecteren de regels aan. Marcher dans la discipline. Gedisciplineerd zijn en die gedisciplineerd zijn constant. Gedisciplineerd zijn constant. Sur le plan social. In de sociale wanneer mensen kijken naar jou, denken, no, ze zeggen nee, tu es une personne jij bent een persoon die gerespecteerd is.
Tu es une personne à respecter. Il y a des personnes qui sont respectées et qui vont te respecter. Comment tu veux ici? Où veux-tu aller être en boucle? Je vais aller plus loin. Vous permettez que je parte plus loin. Wil je dat ik nog verder ga? Comment tu peux aller ici? Où kan je voor uitgaan? Tu es en bonne santé. Je bent in een goede gezondheid. Tu n'es pas malade. Je bent niet ziek. Tu as les papiers. Je hebt papieren. Tu je hebt alles. Tu n'as pas peut-être un âge plus avancé. Je hebt niet misschien een hele hoge leeftijd. Je bent nog dans les 25, ergens in de 25 jaar, in de 30 jaar, geliefde. Rester à la maison, om thuis te blijven manger les soucis. En alleen maar uitkering krijgen. Geliefde, dat is radicaal. Non, c'est ridicule. Is verschut. Is verschut staan of verschut zijn. Verschut le sociaal. In uitkering. C'est pour les gens qui viennent. Dat is voor de mensen die komen. Je suis obligé de vous dire la vérité. Ik zeg de waarheid. Et c'est pour les gens qui sont souffrants. Voor de mensen die malade, die ziek zijn bijvoorbeeld, chronisch ziek. Die kunnen niet werken. Daar is de uitkering voor. Geliefde. Avec l'argent des prêts sociaux. Met de salaris van de uitkering kan je niet voor uitgaan. Tu seras toujours contrôlé. Dan zal je altijd gecontroleerd zijn. Altijd gecontroleerd zijn. Les petites filles de 18 ans là. De iemand die van 18 jaar. Quand tu te déplaces. Wanneer je verplaatst. En die pourquoi tu es parti? Waarom ben je gegaan? Pourquoi tu as fait ça? Waarom heb je dit pourquoi gedaan? Tu as fait waarom ça? Heb je dit toi gedaan? En jij ook, jij zegt dat ze mij niet afvallen. Je vraagt sorry aan die kinderen. Aan die kinderen. Est-ce que je parle mal? Spreek ik verkeerd? On doit prêcher la vérité. Wij moeten de waarheid spreken. J'aime le travail. Ik hou van werken. Et Dieu aime aussi le travail. En de Heer houdt ook van de werken. Si tu veux aller de la Als je voor uit wil gaan. Sois un travailleur. Een persoon die werkt. Qui doit travailler. Jij moet werken. Même si tu dis que non. Ook al je zegt nee. Le travail. Het werk. Peut-être c'est dur. Misschien is het lance-toi hard. Dans tes affaires. Ga dan zaken doen. Bepaalde zaken. Lance-toi dans tes affaires. Commence avec un fonds. Begin met een stichting. Un fonds, fonds. Attends, ça y est, mouké. Lance-toi. Begin zelf dan. Commence à travailler. Te werken. Tu veux devenir toi-même ondernemer. Dat je een ondernemer bent. Alléluia. Amen. Ne sois pas. Wees niet een persoon. Quelqu'un qui a la mentalité de consommateur. Een persoon die een consument is, een gedrag van consument. Beaucoup de gens. Vele mensen. La mentalité consommateur. Die hebben een gedrag van consumenten. Okay. Als het komt, gebruiken ze het. Het komt, verbruikt het. Met dat we zo jouw. Maar wanneer verbruikt het? Jij zelf, jij weet het. Daar gaat het voorbij. Mais quelqu'un maar een persoon qui travaille, die werkt, il sait que die weet dat. Avec 1800, met zoveel je peux payer mes affaires. Dan kan ik je peux payer la maison. Kan ik het huis même je reste avec 200. Ik blijf met 200 je euro. Peux mettre des côtés. Ik kan aan de kant zetten. 150, 150 of 100 dans euro. 5 mois, in 5 maanden. Je vais totaliser 500. Een bepaald 500 je euro. Peux kan ik mijn zaken aller doen. Aller om zelfs naar Turkije te gaan om zaken te doen. Zaken mogen banden. Dat begroet met denk je je eigen zaken. Is er quelqu'un comprend? Soyons intelligents. Wees wijs. Ce n'est pas pour rien, on t'a donné les papiers. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup de gens. Vele mensen. Basé à la mentalité à consommateur. Une mentalité de consumenten. Non. Nee. Tu dois être un investisseur. Jij moet een harde werker zijn. Investir. Dat je investeert. Investeert. Investir. Investeert. Investir dans tes enfants. In jouw kinderen. Dat je investeert. Commence d'abord à investir dans tes enfants. Met jouw kinderen. Alléluia. Il faut investir. Je moet investeren. Bien-aimé. Geliefde. Un athlète. Een atleet. Die respecteert de regels. Die respecteert de regels. Et il est discipliné. En die disciplineert zich. De règle commence d'abord à la maison. De regels begint eerst thuis. Amen. Amen. Je dois respecter les règles. Ik moet de regels respecteren. Cette année. Dit jaar. Tu veux réussir. Je moet vooruit gaan boeken. Je wilt vooruit gaan boeken. Ne mets pas les règles de côté. Zet niet de regels aan de kant. Pour réussir. Om vooruit te gaan. Faut un sacrifice. Dan moet je je opofferen. La réussite. Vooruit gaan. A un prix. Heeft een prijs. Il faut payer le prix. Je moet de prijs betalen. Il faut payer le prix. Je moet de prijs betalen. Bien-aimé! Geliefde! On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme a semé. Il le mentionnera. Si tu sèmes les sacrifices, tu récolteras la victoire. Si tu sèmes la prière, tu récolteras les succès. Si tu sèmes la discipline, l'élévation sera ton partage. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.